kijken dus, want ze zijn er nog niet in de verte. Nu wel één renner inderdaad. En dat zou dus dan toch de man moeten zijn die de wedstrijd heeft opengebroken. Die de eerste aanvaller was en die met andere woorden dik verdient deze overwinning gaat behalen. Dames en heren, uw applaus voor de mannen van der Houten, Jarne van Gijzigen. En hier Alex Kolman als tweede. Tweede plaats Alex Kolman en dan Sander de Pester als derde, even blij. Vierde is Laurens Huis. Ja, mooi. 1 en 3 voor het Van Moer team. En daartussen dus Alex Kolman. De eerste drie worden verwacht op het podium. De eerste drie krijgen die zodanig bloemen. Vierde plaats voor Laurens Huis en die was daar toch wel ontgoocheld mee. Dat kon je zo op zijn gezicht zien. De klimmer, als ik dat zo mag zeggen, uit Buggenhout. 1 Jarne van Gijzigen, misschien onverwacht, maar zeker niet onverdiend. Want ik zeg het, hij was al de eerste ronde in de aanval. En hij maakte zo de koers heel hard voor al de rest. Goed, kijken nu voor de vijfde plaats en daar wordt voor gespurt. Die mannen zijn nog allemaal tezamen met man of 6, 7 moet dat zijn. Spurt je voor de vijfde plaats. Hier in het midden is dat Rune Herregots. Nee, die doet niet mee. Het is effectief nummer 16, Joran van der Veeken, die binnenkomt als vijfde.